Uitwerking van elektrische auto. Een opgave van het examen HAVO 2016, tijdvak 1. Hier staat de opgave. Allemaal gegevens. En normaal zeg ik van, goh, schrijf alle gegevens even keurig op een rijtje. Maar dat is hier al voor je gedaan in de opgave zelf. Je moet alleen nog even weten van, hé, wat wordt er gevraagd? En dat is, wat is de actieradius bij een gemiddeld energieverbruik? Nou. Hier wordt dus gevraagd mijn gemiddeld energieverbruik. En dan moet je kijken van, hey, welke van die gegevens heb ik voor deze opgave nodig. Want je hebt natuurlijk niet al deze gegevens nodig. Nou, gemiddeld betekent dus dat je zeker deze hebt. Een gemiddeld energieverbruik per kilometer moet je weten. En dat is die 0,075 kilowattuur. En hoeveel? Ja, dus je hebt per kilometer zoveel energie nodig. Hè? Die kilowattuur, let op, hè? Kilowattuur is een energieeenheid. Kilowattuur. Als ik dus weet van, oh, zoveel energie per kilometer, als ik dan weet hoeveel energie ik totaal heb, dan weet ik ook hoeveel kilometers ik kan doen. En ik weet hoeveel energie ik heb, want dat staat er boven. Kijk daar. Ja? In totaal zit er zoveel energie in de accu. En ik heb zoveel energie voor 1 kilometer nodig. Dus hoeveel kilometer kan ik dan rijden? Precies, die 6,1 gedeeld door 0,075. En dan krijg ik dus zoveel kilometer eruit. 81 kilometer. Hoe kon je hier de punten krijgen? Wel nu. Kijk, als eerst dus dat je dus die ene op de andere moet delen, 1 punt. Ja, de juiste getallen invullen, 1 punt. En tenslotte de rest, 1 punt. We gaan weer verder met opgave. Eerst eventjes de extra tekst erbij lezen. We gaan nu de elektrische auto vergelijken met een kleine benzineauto. En het verbruik van een kleine benzineauto is gegeven. 1 liter benzine, daar kun je 20 kilometer mee afleggen. En de vraag is dus nu van, hey, welke van deze twee is nu zuiniger? De elektrische of de benzineauto? En er wordt al een tip gegeven, namelijk gebruik BINAS tabel 28b. En eigenlijk had dat er niet bij hoeven te staan, want iedere opgave waar een brandstof staat, benzine of diesel of aardgas of wat dan ook, dan heb je altijd deze tabel nodig, want in tabel 28b, daar staan de stookwaarden in. Nou, het gaat nu over benzine, dus die lichten we er eventjes uit. En dan zie je dus dat de stookwaarden, die staan in joules per kubieke meter. Dus hoeveel joules in C komt er uit 1 kubieke meter. Of in kilowattuur per kubieke meter. Normaal gesproken zeg ik altijd van, nou, je hebt bijna altijd deze nodig. Maar in dit geval hier, het energieverbruik voor de elektrische auto is gegeven in kilowattuur. Dus gebruik ik in dit geval hier ook de rechterkolom. Oftewel, de stookwaarde van benzine is 9,2 keer 10 tot de macht 3 kilowattuur per kubieke meter. Dat betekent 1 kubieke meter is 1000 liter. Dus 1 liter geeft 1000 keer zo weinig energie natuurlijk. En dan kom ik keurig op 9,2 kilowattuur aan energie. Zo, nou, dan weet ik dus 1 liter benzine 9,2 kilowattuur aan energie. En als ik nu de energie bekijk van de benzineauto, dan weet ik van, oké, okay, 20 kilometer heb ik 9,2 kilowattuur energie nodig, want 20 kilometer kost 1 liter benzine. Hoeveel kost 20 kilometer bij mijn elektrische auto? Wel, bij de Twizy, ja, staat er dat per kilometer het energieverbruik is 0,075 kilowattuur. Dus 20 kilometer heb ik nodig 1,5 kilowattuur aan energie. Oftewel, je ziet dat de elektrische auto veel effectiever met de energie omgaat. De Twizy die rijdt duidelijk zuiniger. Hoe kon je hier weer punten verdienen? Je ziet al, heel mooi hè. Puur het opzoeken van de stookwaarde heeft je al 1 punt opgeleverd. Ja, daarna van kilowattuur per kubieke meter naar kilowattuur per liter. Ja, die delen de 1000, ook al 1 punt. En daarna de rest dus, en de andere 2 punten. Ja, ook hier weer, let op de laatste, ja, de consequente conclusie. Ja, dat is dus inderdaad, je kunt alles goed hebben,
Maar als je dit stukje hier vergeet, is het doodzonde van die ene punt die je dan misloopt. Dus hou daar rekening mee. En weer verder, lees eerst weer een stukje wat eronder staat. Nou, de auto gaat nu op topsnelheid rijden. Dat betekent natuurlijk dat hij meer energie verbruikt. En het rendement is gegeven 87%. En gevraagd wordt nu, wat is energieverbruik bij topsnelheid? Ja, want je hebt hier wel het gemiddelde energieverbruik, maar nu wordt dus puur gevraagd topsnelheid. Nou, eerst eventjes weer van, hé, wat zijn de gegevens hier? Het rendement is gegeven, 87%. Gevraagd wordt het energieverbruik per kilometer en kilowattuur per kilometer bij die topsnelheid. Nou, bij de topsnelheid betekent dus dat je in die hele rij gegevens eerst deze moet hebben. Ja, je weet het vermogen van de motor, het nuttig motorvermogen zelfs, is 8,5 kilowatt. En kilowatt, die watt, is eigenlijk dus joules per seconde. Dus iedere seconde heeft de motor een vermogen van 8,5 kilowatt. Betekent dat die 8,5 kilojoule per seconde levert. En natuurlijk, het gaat over topsnelheid, dus de topsnelheid moet je ook weten, en die is hier 80 km per uur. Oké, even alles verzamelen. Maximale snelheid 80 km per uur. Nuttig vermogen 8,5 kilojoule per seconde. En het rendement is 87%. En gevraagd wordt, hoeveel energie heb je voor 1 kilometer nou eigenlijk nodig? Eerst even die 87%, dat betekent dus dat 87% van het vermogen wat beschikbaar is, nuttig wordt gebruikt. En het nuttige gedeelte is 8,5 kilojoule per seconde. Maar je hebt dus meer nodig, want dit is slechts 87%. Ja, hoeveel vermogen is er in totaal dan aanwezig, aangeboden? Nou, dan deel je dus door die 87%, dus je deelt door 0,87 en dan krijg je dat het totaalvermogen 9,77 is. Nou, want 87% van 9,77 is 8,5. Dus zoveel kilojoule gebruikt hij per seconde. Nou, moet je even kijken van, ik moet het per kilometer doen. Hoe lang doet hij over 1 kilometer? Nou, 80 kilometer per uur betekent dat hij 1/80ste uur over 1 kilometer doet. En dat is precies 45 seconden. Oftewel 9,77 kilojoule per seconde. 45 seconden, dus 1 kilometer, staat daar al. Is een 440 kilojoule ongeveer. Eigenlijk gebruik je hier de formule E is P maal T. Echter, let op, gevraagd wordt in kilowattuur per kilometer. Dus we moeten de kilojoule nog omturnen naar kilowattuur. En 1 kilowattuur is zo'n joule. Je zou dat kunnen weten, maar hoe kun je dat ook eenvoudig bekijken? Kijk, de kilo is 1000 en uur is 3600 seconden. En dat betekent dat kilowattuur is 1000 maal wat is joules per seconde. En uur is 3600 seconden. En dan krijg je automatisch al dat het 3,6 keer 10 tot macht 6 joule is. Kortom, die 440 kilojoule afgerond is dus hoeveel kilowattuur? 0,12 kilowattuur. En dat is dan het eindantwoord. Bij de correctievoorschrift. Oh ja, dat is ook zo. Als je het uitrekent, was bijna vergeten. Vergeet niet met je rekenmachine iedere keer hier haakjes neer te zetten. Want voor je het weet, dan ga je niet delen met 10 tot macht 6, maar dan vermenigvul je met 10 tot macht 6. Dus als je deelt met zo'n macht van 10, altijd haakjes niet vergeten. Correctievoorschrift. Ja, je ziet vier punten en ze hebben daar het op een iets andere manier gedaan dan ik het heb gedaan. Het voorbeeld wat zij doen staat hier. En zij gebruiken hier eigenlijk de formule E is P keer T. Waarbij voor P het vermogen wordt ingevuld in kilowatt. En T in uur. En dan krijg je de energie meteen in kilowattuur. Ja, dat is inderdaad een andere manier. Soms komt het wel eens makkelijk uit als je dat zo doet. Goed, we gaan weer verder.
en weer verder met de opdracht. De volgende vraag is: bereken de grootte van de totale wrijvingskracht bij topsnelheid. Nou, bij topsnelheid, kracht wordt gevraagd en gegeven is dat het vermogen is 8,5 kWh. Dus kracht wordt gevraagd, P is gegeven, dan hoop ik dat je weet van, oh, dan heb ik dus nodig, P is F keer V. Waarbij F de stuwkracht is, gevraagd wordt de totale kracht bij topsnelheid, echter, als de snelheid constant is, en we gaan vanuit dat als je op de topsnelheid zit, dat die ook constant is, dan is dus de totale kracht 0. Oftewel, dan is de wrijvingskracht gelijk aan de stuwkracht. Dus, je kunt in plaats van F stuw ook best F wrijving invullen. En dan weet ik dus P, ik weet V, en dan is het een kwestie van invullen. Natuurlijk, let op, hè, topsnelheid, kilometer per uur, moet wel even in meters per seconde. Dus delen door 3,6. En die kilowattuur, kilo, 10 tot de macht 3, niet vergeten. En dan kom je op 3,8 keer 10 tot de macht 2 newton. Hoe kon je hier de punten verdienen? Wel nu, gebruik van de juiste formule. Je ziet, beiden mochten hier. En tenslotte completeren van de berekening. Maar je hebt weer mooi twee puntjes erbij. Vervolgens wordt gevraagd, wat gebeurt er als hij moet worden opgeladen? Ja, de accu is helemaal leeg. Hij wordt opgeladen. En wat is de gemiddelde stroomsterkte die geleverd moet worden tijdens het opladen? Dus, welke gegevens heb ik allemaal hier nodig? Nou, allereerst die 230 volt. Zou je eigenlijk moeten weten natuurlijk, 230 volt. En oplaadtijd is ook hartstikke handig om hier te weten. 3,5 uur. Hoeveel moet er in de accu? Dus hoeveel energie komt erin? 6,1 kWh. En gevraagd wordt de stroomsterkte. Nou, we gaan alles hier eventjes op een rijtje zetten. De energie die erin moet is 6,1 kWh. Dat wordt in 3,5 uur gedaan. En met een spanning van 230 volt. En gevraagd wordt, hoe groot is de stroomsterkte? Nou, stroomsterkte met elektriciteit. Je kunt natuurlijk doen van I is U gedeeld door R. Maar ja, hoe groot is hier R? Dat wordt een beetje een probleem. Dus je maakt gebruik van P is U keer I. Want U weet ik. En P, nou, ik heb daar E en T staan. Energie en tijd en vermogen is energie per tijdseenheid. E gedeeld T. Nu maak ik gebruik van wat we net ook al een keer hebben gezegd, van als je nu de energie in kilowatturen invult en de tijd in uur, dan zie je dat je dan de uren weg kunt strepen. Oftewel, als je dit uitrekent, dan krijg je het antwoord meteen in kilowatt. Dus het vermogen is 1,74 kilowatt. Invullen en je krijgt dat de stroomsterkte is 7,6 ampère. Let op, twee cijfers significant. De punten. Nou, je ziet hier eerst van dat het opslagcapaciteit gedeeld oplaadtijd. Nou, dat betekent gewoon dus dat je die 6,1 gedeeld door 3,5 hebt gedaan. Gebruik van de formule en tenslotte completeren van de berekening. En dat is alles. Zijn we aangekomen met de laatste vraag bij deze opgave. En gegeven is de energiedichtheid van verschillende type accu's. En gevraagd wordt, welk type accu is nu in deze elektrische auto neergezet? Nou, de energiedichtheid, dat is joules per kilogram. Dus de energie per kilogram. Ik weet de energie van de accu die in die twistjes zit. Namelijk, dat is 6,1 kWh. Weliswaar niet in joules, maar dat is te verhelpen. En ik weet de massa van de accu, namelijk 100 kilogram. Dus die twee kan combineren. En dat betekent dus dat de energiedichtheid van de accu is 6,1 gedeeld door 100. Dan kom ik dus op 0,061 kilowattuur per kilogram. Je weet nog, hoop ik, dat 1 kilowattuur 3,6 keer 10 tot de macht 6 joules is. Dus wat is de energiedichtheid van deze accu? Daar staan 0,061 keer die 3,6 keer 10 tot de macht 6.
En dan kom ik op 2,5 keer 10 tot macht 5 joules per kilogram. En daar komt het meest in de buurt bij de lithium-ion accu. Oftewel, dat is dan ook het type accu wat waarschijnlijk hier gebruikt is. De punten. Omrekenen van kilowattuur naar joules, 1 punt. De energiedichtheid te berekenen, 1 punt. En ook hier weer die consequente conclusie weer. Hè? Iedere keer komt dat weer om de hoek kijken. Hou daar rekening mee. En dit was de laatste vraag van deze opgave.